Hallo, daar zijn we weer. Hallo, leuk dat je weer kijkt. Een paar vlogs geleden had ik wat oude filmpjes gemonteerd met nieuwe filmpjes, toen en nu. En dan kregen we zoveel leuke reacties op. Nou, echt. Dus ik denk van, nou, dat doen we nog een keer, maar dan met foto's. Brievenbussen vol. En met ons commentaar. Ja. Nou, dit was dus augustus 2018. Ja. Toch? De tweede bezichtiging van dit huis. Daar heb ik foto's gemaakt. En toen zag de voorkant er zo uit. Ja. Waarom sta je eigenlijk zo? Geen idee. Ik sta met iemand te praten volgens mij. Oh, links. Met Pedro denk ik. Onze makelaar. Dat kan. Ja. Maar goed, nu is het dus zo. Ja. Leuk hè. En Pedro is er dan nu. Nee, Pedro is er niet bij een keer. Ik heb wel mijn shirtje afgepakt. Een beetje op het rood van. Ja. Ja. Klink. En we hebben een bord hè. Dat is nieuw. Ja. We hebben een bord. Ja, mooi hè. Met het logo van Patrick. Ja. Oh, de voortuin. De voortuin met de sinaasappelboom. Ja, met een mooiere zilveromlijsting en het onkruid. En het onkruid. En de bomen. Nou, nu is het zo. Ja, nog steeds dat het is onkruid. Geel. Dat moet nog rood worden, maar dat komt allemaal wel. De sinaasappelboom is wat gekort wiekt. Ja. Maar verder ziet het er nu zo uit. Ja. Door. Door. Oh, de oude garage. De garage. En het onkruid naar het pad achter. Ja. En let ook op de draad hè, die daar gespannen is. Oh ja, de belangrijke draad. Want hier is die weg. Ja! De telefoondraad komt weg, want die zit nu in de grond. Ja. En we hebben een uitbouw in plaats van de garage. Oh, de garage. Dus de binnenkant van de garage. Dat is nu de slaapkamer van de Sidera. Ja. En we hebben ook nog de andere hoek van de garage. Ja, met dat schilderij daar. Ja, dat was volgens mij geborduurd. Geborduurd, ja. Hebben we niet bewaard. Dat is nu de andere hoek met een doorgang naar de grote schuur. Waar nu het zitdeel in de badkamer van de Videa is. Dat komt hier, denk ik, want dit is die schuur aan de binnenkant. Sommige foto's waren wat lastig om opnieuw te maken, want er zijn overal muurtjes nu natuurlijk. Dus hier zit ook ergens een muur voor. Geen muur. Ja. Maar wat je kan nog herkennen is die de paal. Die paal die oriënteer je, focus op de paal. De paal, want de paal staat hier ook nog weer. Ja. Een beetje andere hoek, maar je ziet het wel. Je kan niet door de muur heen fotograferen. Nee, dat is de keuken van de Videra. Ja. Nu. Gaan we weer naar buiten. Oh, die heb je ook niet kunnen maken. Nee, deze heb ik gemaakt toen vanaf het dakje. Bovenop de doorgang. Maar die is er dus niet meer. Dus ik moest nu op een trap staan. Dus die staat niet zo hoog. Maar voor die idee, hè, weet je dit. Ja. Oh. Dit was het andere deel. Andere kant van de schuur. Waar de wijnvaten stonden. Nou, daar hebben we er nog twee van. Deze heb je al hoger genomen dan net. Ja, want anders kijk je alleen maar tegen het muurtje aan. Oh ja. Gaan we naar buiten? Oh ja, oké. Nu staan we op de binnenplaats van de andere kant, ja. Ja, heb je hem? Ja. Ziet er nu zo uit. Ja, met onze prachtige voordeur. Deur. Hebben we gekozen van een plaatje. We konden hem nergens in het echt zien. En als we hem in het echt hadden gezien, hadden we hem denk ik niet gekozen. Maar daar gaan we het niet meer over hebben. Nee. Weer naar binnen. Ja. Dit is waar wij nu... Oh nee, ja, waar we nu op zitten. We zitten aan de tafel. Hè. We zitten nu aan de tafel. Die tafel staat daar, waar die trap... Tafel staat, ja. Kijk maar, dat is nu zo. Ja, we zitten aan die tafel. Ja. Ja. De trap die daar die staat. Komt kijk, die komt terug. Kijk, let op. Daar komt die. Oh nee, nog niet. Oh. Hierna. Ja, maar wacht even, want... Maar nou wordt het heel ingewikkeld hoor, als we dit... Die stoeltjes zie je ook weer terug. Oh ja. Ja? Oké. Okay. Niet ingewikkeld. Ja. Dit is ook weer de binnenplaats. Helemaal links is een oude waskom. Nou, gaan we die terugzien? Nee. Want die staat nu hier in de kamer, die staat nergens op een foto. Dus heb je niet op een foto gezet? Nee. Oh. Maar we zien hier wel, helemaal links, de trap terug, door de helft gezaagd. Daar komen allemaal kruiden op, toch? Een kruidentuin komt daar. Ja, een kruidentrap. Kruidentrap. Ja. En dit is de schuur waar we nu wonen. Ja. Het is zelfs keukendeel. Precies. Dus de deur is een raam geworden. Want dit is allemaal weg, behalve de posu zelf. Kijk maar, daar is de posu nog. Lekker naar achter kijken. En helemaal een doorgang. Dat je helemaal kan kijken naar het zwembad. En dit was ons landje achter. Dat was allemaal, gras. Dat ziet er nu zo uit. Ja. Nou, dat is toch wat, hè? En dat is de laatste. Symbolisch loopt ze net het beeld uit.
Dus het is dus weer een beeld naar voren toe. En de hortensia's, hè? De hortensia's waren heel wat groter. Die hebben toch iets te lijden gehad onder de verbouwing, maar die komen wel weer terug. Ja. Oké, want het ziet er nu zo uit. Kijk. Met een beetje ander licht. Maar ja. Nou, dat is het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En kom dan gewoon ook live kijken. Dat is ook leuk. Ja. Je mag hier ook komen slapen. We hebben wel ruimte. Zeker. Ja. En mocht je iets kleiners doen, like dan even deze video of abonneer je. Want we zitten bijna aan de 200 abonnees. Is toch leuk, hè? Ja, joh. Jeetje, 190 of zo. Dus het zou leuk zijn als we naar de 200 gaan. Nou, dat was het weer. Ja. Dag.